Hoewel het windenergie op zee heet, is het vooral voor Nederland toch het werken op zee waar de belangrijkste kansen liggen. En het zit hem zowel in de installatie als het transport, als het bouwen van de windparken, maar ook het onderhoud en het beheer van de windparken. Daar zit de grootste sterkte. Aan de andere kant hebben we in Nederland heel veel kennis van oudsher op het gebied van windenergie. Zeker bij de instituten, bij ECN, bij TU Delft, waardoor we ook goed in staat zijn om door te rekenen wat nou de effecten van die windturbines op de installaties zijn. En daarmee zijn we denk ik in Europa ook gewoon marktleider op dat werken, op het gebied van het werken op zee. Ja, we lopen weliswaar een beetje achter op het gebied van windenergie, maar dat is denk ik een tijdelijke zaak. We zijn inmiddels de boel volop aan het inhalen. We hebben een enorme slag gemaakt met het beleid in Nederland, waardoor we eindelijk een stabiel investeringsklimaat hebben. Daaraan heeft het ontbroken. Dat is ook de reden, denk ik, dat we enigszins zijn gaan achterlopen. Aan de andere kant hebben de bedrijven de afgelopen jaren toch zijn goed in staat gebleven om die leidende positie die we hadden uit te blijven bouwen in met name Engeland en Duitsland. Ja, ik denk echt dat de toekomst aan ons is en dat we waar we tot nu toe altijd moesten onze positie moesten uitleggen en moesten definiëren, dat we nu meesurfen op de grote transitie die plaatsvindt. We hebben daar een hele belangrijke rol in te spelen. Voor Noordwest-Europa zal windenergie op zee de grote bron van energie worden. Dat is dan ook de uitdaging die aan de sector voor ligt. Als we dat waar gaan maken, dan gaan we gewoon vele tientallen turbines per week de komende 35 jaar installeren in Europa. Dus er ligt een enorme kans voor de Nederlandse industrie en voor de verduurzaming van onze samenleving. Ja, de wet en regelgeving is van oudsher altijd een probleem voor windenergie geweest. De instabiliteit in het beleid was ook altijd een belemmering. Op het ogenblik is Nederland echt een land waar met jaloersheid naar gekeken wordt. We hebben een heel goed systeem ontwikkeld, gebaseerd op het Deense systeem, waarbij overheid een belangrijke rol speelt als projectontwikkelaar. En waarbij de bedrijven nu de stabiliteit voor zich zien. Dat ze gewoon de komende jaren kunnen bouwen aan hun supply chain, aan hun inzet. Dus het is echt geen belemmering op het ogenblik, maar het is echt een voordeel geworden. Ik ken het van een aantal jaren, het Windenergiecongres. En dat betekent dat we daar eigenlijk altijd toch in een notendop op high level gewoon een goed overzicht krijgen over wat er speelt. En ook met een aantal belangrijke spelers kunnen sparren over wat er speelt en wat de kansen zijn.